ben Klaasje Jensma. Ik heb een akkerbouwbedrijf samen met mijn vrouw in Heijem, Friesland. We hebben een bedrijf voornamelijk gericht op pootgoed. Tegen 80 hectare pootgoed. Voor de handelshuizen HCBC, Agrico en de Potato Company. Wij gebruiken de Smart Grader nu 3 jaar voor het bepalen van de loofdoding. Voorheen deden we dat gewoon met de greep het veld in, het maatje mee. En dan kijken van hoeveel dikken zitten erin en we maken ze dood. Toen zijn we met de Smart Grader begonnen. Zagen we dus grote verschillen in wanneer ik dacht dat ik ze dood zou maken. En eigenlijk wat er aan kleingoed nog in zat en wat er nog aan groeipotentie in zat. En nu maken we dus aan de hand van die data dood. En het komt er eigenlijk in kort op neer dat je altijd 1 week tot 1,5 week langer kunt laten groeien. Dus dat je meer tonnen hebt. We zijn nu zover dat we ook die data in Excel exporteren. En daarmee hebben we zelf wat een groeicurveberekening gemaakt. Waardoor je aan de hand van elke 2-3 dagen monsteren kunt zien hoe de groeicurve loopt. En waar je eigenlijk nog beter en strakker kan bepalen wanneer je dood moet maken. De machine op zich werkt heel simpel. Hij is behoorlijk foolproof. Het grote voordeel is eigenlijk de arbeidsbesparing. Je kan natuurlijk ook gewoon elk monster zelf door het maatje halen. Alleen het maatje is eigenlijk 5 mm en de Smart Grader doet het op 1/10 mm. We hebben in ons Excel-programma dus ook 53-55 maat houden we daarin apart. Maar dan kun je ook zien van welke zijn bijna door de maat aan het uitgroeien en welke hebben eigenlijk nog veel meer tijd om te groeien. En dat is gewoon heel nauwkeurig. Ja, dat werkt eigenlijk gewoon perfect. Ik denk dat doordat je langer dus door kunt laten groeien, je dus meer pootgoed in de juiste maat krijgt. Waardoor je ook ziet dus dat een aantal bovenmaat op zich niet erger is als dan de ondermaat wat meer kilo's binnen de pootgoedmaat blijft. Dit is niet altijd exact in geld uit te drukken, zoveel procent, maar ik denk toch dat we wel 10% meer opbrengst hierdoor halen. De machine verdient zich op termijn zeker terug.